Burn-out wordt vandaag omschreven als een maatschappijziekte. Het wordt dan ook gelinkt aan zeer breed culturele fenomenen, zoals tijdsdruk en vooral een soort van opgelegde prestatiedruk. Het concept burn-out wordt vandaag dan ook veelal gebruikt door mensen die zich compleet uitgeput voelen omdat ze zo'n opgelegde prestatiedruk ervaren. Maar hoe komt dat precies? Waar komt dat concept burn-out juist vandaan en hoe groeide dat uit tot zo'n maatschappijziekte? Wel, als we gaan kijken naar de allereerste aanwending van de term burn-out om zo'n psychische uitputting kenbaar te maken, dan zien we dat die in feite niet veel te maken had met een cultureel opgelegde prestatiedruk. De allereerste aanwendingen van de term burn-out die vonden namelijk plaats in de jaren 70 in Amerika en meer specifiek in de zorgsector van Amerika. Het was dan ook een zeer moeilijke tijd voor die zorgsector. Enerzijds kampte het land met een enorme en plotse stijging aan sociale problemen. Armoede, misdaad en vooral ook drugsproblemen. En anderzijds stelde de overheid zich alsmaar terughoudend op naar die problemen toe. Ze voeren een neoliberale koers en als gevolg daarvan waren er weinig belastingen en dus ook weinig financiële steun voor die zorgsector. Opvangcentra en zorginstellingen zagen zich zo genoodzaakt tot een onmogelijke spreidstand. Enerzijds moesten ze de enorme golf aan problemen opvangen, maar anderzijds moesten ze ook financieel zelfvoorzienend proberen te zijn. Het is die specifieke situatie die tot een soort van perfecte storm leidde. Heel wat mensen te werk gesteld in de zorgcentra voelden een enorme werkdruk, voelden zich emotioneel uitgeput en vielen uiteindelijk uit. En het is die ervaring die voor het eerst een burn-out werd genoemd. Maar hoe groeide dat concept dan uit tot de maatschappijziekte die het vandaag blijkt te zijn? Wel, wie dat wil weten, die moet de burn-out-paradox lezen.